abonneer op ons gloednieuwe kanaal. Wij plaatsen hier dagelijks nieuwe video's, top 10 video's en interessante verhalen. Klik op de link in de beschrijving. Benieuwd naar de meest gevreesde mensenetende beesten uit de geschiedenis? Dan ben je op de juiste plek. Vandaag hebben we 10 van de gevaarlijkste dieren uit de geschiedenis op een rijtje gezet. Door de geschiedenis heen zijn er vele dieren geweest die jarenlang op mensen jaagden in dorpjes liggend nabij een oerwoud. Dat kon verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld door een gebrek aan andere prooien of door ontbossing. Sommige dieren hebben zelfs meer dan 1000 mensen omgebracht in een periode van enkele jaren. Je helpt het kanaal enorm door deze video even snel een duimpje omhoog te geven. Bengaalse tijgers uit Chogar. De tijgers van Chogar waren een paar manetende Bengaalse tijgers bestaande uit een oude tijgerin en haar welp, die gedurende een periode van 5 jaar een gerapporteerde 64 mensen in Oost-Kumaon doodde over een gebied van 3900 vierkante kilometer. De tijgerin viel aanvankelijk alleen mensen aan, maar later werd ze bijgestaan door haar welp. De cijfers zijn echter niet helemaal accuraat, omdat de inwoners van de gebieden waar de tijgers vaak kwamen het dubbele aantal claimden. En ze houden geen rekening met slachtoffers die directe aanvallen hebben overleefd, maar vervolgens zijn gestorven. Beide tijgers werden gedood door Jim Corbett. Een kaart met de locaties van elke dood toonde aan dat de tijgers het meest actief waren in de dorpen aan de noordoostkant van de bergkam van Kala Agar. Corbett arriveerde in april dat jaar in de Kala Agar Forest Bungalow. Op 11 april 1930, 19 dagen na zijn aankomst in Kala Agar, bond Corbett het buffalo's dicht bij een gebied waar eerder een jonge man was gedood. Bij het positioneren in een ravijn snelden de metgezellen van Corbett naar hem toe en zeiden ze dat ze de tijgerin in de buurt hadden gehoord. Corbett kwam de tijgerin kort daarna tegen, zittend naast een groot rotsblok. Corbett schoot het dier gelijk neer, wiens dood samenviel met een einde aan de aanvallen. Kirov-wolven. De aanvallen van Kirov-wolven waren een reeks aanvallen van mensen-etende wolven op mensen die plaatsvonden in 1944 tot 1954, in 9 districten van de Kirov-oblast. Een gebied van 120.800 vierkante kilometer, waarbij 22 kinderen en tieners stierven tussen de leeftijden van 3 en 17. In alle gevallen vonden de aanslagen plaats in de periode april tot december, samenvallend met het voortplantingsseizoen van de wolf. Tijdens de Tweede Wereldoorlog begonnen de wolven in Kirov-oblast in aantallen toe te nemen en gewaagd gedrag jegens mensen te ontwikkelen, samenvallend met de dienstplicht van inwoners van het Kirov-oblastgebied voor het Rode Leger en de eis om vuurwapens te bezitten. Wolven kwamen veel voor in alle door mensen bewoonde delen van de Kirov-oblast tijdens de oorlogsperiode, zo ook in de dorpsrand. Op de middag van 17 juni 1953 in het dorp Sergeitsi in de wijk Bersky werd de 12-jarige Sasha Grashev door een wolf in een speeltuin gepakt en 300 meter meegesleept voordat hij een tak greep en erin slaagde zichzelf te bevrijden van de kaken van de wolf en te rennen naar huis. Dat was de laatste geregistreerde aanval van de mensetende wolven in de Kirov-oblast. Krokodil Gustav. Gustav is een grote mannelijke nijlkrokodil uit Burundi. Hij is berucht omdat hij een menseneter is en er wordt gezegd dat hij maar liefst 300 mensen heeft gedood aan de oevers van de Ruzizi-rivier en de noordelijke oever van het Tanganyika-meer. Hoewel het werkelijke aantal moeilijk te verifiëren is, heeft hij een bijna mythische status verkregen en wordt hij enorm gevreesd door mensen in de regio. Gustav werd genoemd door Patrice Fay, een herpetoloog die hem sinds het einde van de jaren 90 bestudeert en onderzoekt. Veel van wat bekend is over Gustav komt voor uit de film Capturing the Killer Croc, die in 2004 op PBS werd uitgezonden. De film documenteert een vangpoging en studie over Gustav.
7. Haaien uit New Jersey, 1916. De Jersey Shore haaienaanvallen van 1916 waren een reeks haaienaanvallen langs de kust van New Jersey in de Verenigde Staten tussen 1 en 12 juli 1916, waarbij 4 mensen werden gedood en 1 gewond. De incidenten vonden plaats tijdens een enorme hittegolf in de zomer in de Verenigde Staten die duizenden mensen naar de badplaatsen aan de Jersey Shore bracht. Sinds 1916 hebben wetenschappers gedebatteerd welke haaiensoort verantwoordelijk was. De grote witte haai en de stierhaai waren altijd de meest genoemde haaiensoorten. Alle reacties op de dodelijke slachtoffers creëerden een enorme golf van paniek die leidde tot een haaienjacht gericht op het uitroeien van de populatie van mensetende haaien en het beschermen van de economieën van de kustgemeenschappen van New Jersey. Vakantiesteden omsloten ook hun openbare stranden met stalen netten om zwemmers te beschermen. Wetenschappelijke kennis over haaien voor 1916 was gebaseerd op gissingen en speculatie. De aanvallen van Jersey Shore gingen onmiddellijk de Amerikaanse populaire cultuur binnen, waar haaien karikaturen werden in cartoons die gevaar vertegenwoordigden. De aanslagen werden het onderwerp van documentaires voor de History Channel, National Geographic Channel en Discovery Channel. Dat 12 Days of Terror 2004 en de Shark Week aflevering Blood in the Water 2009 uitzond. Zes. Het beest van Gévaudan. Het beest van Gévaudan is de historische naam geassocieerd met een mensetend dier die de voormalige provincie Gévaudan in het Margerietgebergte van Zuid-Midden-Frankrijk tussen 1764 en 1766 terroriseerde. De aanslagen zouden zijn begaan door één of meer beesten met enorme tanden en hele grote staarten. De meeste beschrijvingen uit de periode identificeren het beest als een soort wolf-hond of hond-wolf-hybride. Slachtoffers werden vaak gedood door een keel te laten uitscheuren. Frankrijk gebruikte een aanzienlijke hoeveelheid geld en mankracht om op de verantwoordelijke dieren te jagen, inclusief de middelen van verschillende edelen, soldaten, koninklijke jagers en burgers. Het aantal slachtoffers verschilt naar gelang de bron. Een studie uit 1987 schatte dat er 210 aanvallen waren geweest, resulterend in 113 doden en 49 gewonden. 98 van de gedode slachtoffers werden gedeeltelijk opgegeten. Andere bronnen beweren dat het dier of de dieren tussen de 60 en 100 volwassenen en kinderen hebben gedood en meer dan 30 gewond zijn geraakt. 5. De Tsavo menseneters. Het zijn misschien wel de meest beruchte wilde leeuwen ter wereld. Ze werden meer dan 100 jaar geleden benoemd als de menseneters van Tsavo, een enorme strook savanne in Kenia rond de Tsavo-rivier. In 1898 terroriseerden 2 leeuwen bemanningen die een spoorwegbrug over de Tsavo-rivier bouwden en, volgens sommige schattingen, 135 mensen doden. Honderden mannen werden het slachtoffer van deze wilde wezens, wiens kaken doordrenkt waren met bloed. Schreef een spoorwegbrug arbeider. Botten, vlees, huid en bloed, ze verslonden alles en lieten geen spoor achter. Kolonel John Henry Patterson schoot de leeuwen neer en verkocht hun lichamen voor $5000 aan het Field Museum in Chicago, waar ze tot op de dag van vandaag bezoekers trekken. Patterson zette vallen neer en probeerde verschillende keren de leeuwen 's nachts vanuit een boom in een hinderlaag te lokken. Na verschillende mislukte pogingen schoot hij de eerste leeuw neer op 9 december 1898. 20 dagen later werd de tweede leeuw gevonden en gedood. De eerste gedode leeuw meette 2,95 meter van neus tot staart. Er waren 8 mannen nodig om het karkas terug te brengen naar het kamp. 4. Sankebetsu, de bruine beer. Het Sankebetsu bruine beer incident, ook wel de Rokusensawa berenaanval of het Tomamei bruine beren incident genoemd, was de ergste berenaanval in de Japanse geschiedenis, waarbij 7 inwoners van Rokusensawa, Sankebetsu, Tomamei, Rumoi en Hokkaido in Japan werden gedood. Het incident vond plaats tussen 9 en 14 december 1915, nadat een grote bruine beer uit zijn winterslaap ontwaakte en herhaaldelijk verschillende huizen in het gebied aanviel. Mensen geloofden dat de aanval plaatsvond doordat de beer vroeg uit de winterslaap wakker werd vanwege honger. Dit zou hebben geresulteerd in verhoogde wreedheid.
Vanaf het einde van het Edo-tijdperk had de plaatselijke bevolking het gebied ontbost. De ontbossing en verhoogde nederzetting bracht mensen en beren dichterbij. Het gebrek aan natuurlijke prooien als gevolg van ontbossing en jacht door mensen is een veel voorkomende reden voor wilde dieren zoals bruine beren om voedsel te zoeken in de nabijheid van menselijke bewoning. De Champawat-tijger. De Champawat-tijger was een Bengaalse tijgerin die verantwoordelijk was voor naar schatting 436 doden in Nepal en het Kumaon-gebied van India tijdens de laatste jaren van de 19e eeuw en de eerste jaren van de 20e. Haar aanvallen zijn vermeld in het Guinness Book of World Records als het hoogste aantal dodelijke slachtoffers van een tijger. Ze werd in 1907 neergeschoten door Jim Corbett. Het is zeldzaam dat tijgers een persoon aanvallen en het is nog zeldzamer dat ze erin eten. Maar de Champawat-tijger raakte afhankelijk van menselijk vlees als gevolg van verschillende factoren. Eén daarvan was het verlies van habitat. Een ander is het verlies van prooi, dat gepaard ging met het verlies van leefgebied en werd verergerd door stroperij en ziekte. In Champawat, nabij de Chatarbrug en op weg naar Logahat, is er een bord geplaatst die de locatie markeert waar de tijgerin uiteindelijk werd neergehaald. De luipaard uit Rudra Prayag. De luipaard van Rudra Prayag was een mannelijk mensenetende luipaard die naar verluid meer dan 125 mensen heeft gedood. Hij werd uiteindelijk gedood door jager en auteur Jim Corbett. Het eerste slachtoffer van de luipaard kwam uit het dorp Benji en werd in 1918 vermoord. Gedurende de volgende 8 jaar waren mensen bang om zich 's nachts alleen op de weg tussen Kendarnath en Bandrinath te wagen, want die ging door het territorium van de luipaard. En daarom verlieten dus weinig dorpelingen hun huizen in het donker. De luipaard, die een voorkeur had voor menselijk vlees, zou deuren afbreken, door ramen springen, door de modder of rieten muren van hutten klauwen en de bewoners naar buiten slepen voordat hij ze zou verslinden. Volgens officiële gegevens doodde de luipaard meer dan 125 mensen. Corbett merkte echter op dat het aantal sterfgevallen waarschijnlijk hoger was, als gevolg van niet gerapporteerde doden en sterfgevallen, als gevolg van verwondingen opgelopen bij aanvallen. Leeuwen uit Njombe. Tussen 1932 en 1947 leefden de inwoners van Zuid-Tanzania met angst om door leeuwen te worden aangevallen. Eén groep van 15 leeuwen was bijzonder gewelddadig en dit gaf hen de naam menseneters van Njombe. Deze leeuwen werden gewelddadig door de inspanningen van de Britse koloniale regering om een uitbraak van het runderpestvirus te beheersen. Om het virus te stoppen dat lokaal vee doodde, begon de overheid wilde dieren zoals zebra's, wilde beesten en antilopen te doden. Bijgevolg begonnen leeuwen te verhongeren en te zoeken naar alternatieve prooien. De Njombe-leeuwen waren slim. Ze liepen in de nacht weg en vermoorden overdag, wat het tegenovergestelde gedrag is van normale leeuwen. Voordat ze werden uitgeroeid, eisten de leeuwen van Njombe het leven van ongeveer 1500 slachtoffers. De legende zegt dat de leeuwen geen normale leeuwen waren, maar dieren in de ban van een arts genaamd Matamula Mangjera en hen op de lokale bevolking losliet nadat hij zijn baan als hoofd van het dorp Iyayi had verloren. Terwijl de leeuwen de dorpelingen lastig vielen, smeekten ze de plaatselijke sheriff om Matamula terug te plaatsen in zijn functie, maar de leider weigerde en het moorden ging door. Pas nadat Matamula aan de macht was hersteld, slaagde George Rushby erin de leeuwen te doden. Dit waren 10 van de meest gevreesde en gevaarlijkste dieren uit de geschiedenis. We hopen dat je weer nieuwe dingen hebt bijgeleerd en genoten hebt van de video. Je helpt het kanaal enorm door deze video even snel een duimpje omhoog te geven. Laat ook gelijk een comment achter. Als je vaker onze video's wilt bekijken, kun je dit het beste doen door te abonneren op het kanaal en op de notificatiebel te klikken. Zo krijg je bij elke nieuwe upload van ons een notificatie en mis je dus geen video van ons.